Om klokslag 7 uur gaf de organisatie van het jaarlijkse dorpsfeest in Zoeterwoude het startschot voor de SDZ Escape Tocht. Via een app kregen deelnemers op zo'n 40 plaatsen in het dorp vragen over Zoeterwoude. Wat er voor dans wordt uitgeoefend in ons huis? En welke dans is dat? Line dance. Het is de eerste keer dat we dat doen. We hadden gepland om met z'n allen, alle deelnemers op het dorpsplein te verzamelen en van daaruit te gaan vertrekken. Helaas heeft de corona tijd dat niet mogelijk gemaakt. Dus nu start iedereen vanuit zijn eigen huis en komen ze toch nog langs het dorpsplein. En daar staat nu een heel leuk terrasje te wachten voor mensen die een kopje koffie willen hebben. En daarna gaan ze weer door. Hebben jullie die shirt speciaal laten maken voor vandaag? Nee, die waren eigenlijk voor vorig jaar. Maar voor de landbouwspelen van Dorpsfeest. Ah. Maar we dachten, mooie kans om nu weer aan te trekken. Ja. Jullie gingen vorig jaar niet door? Nee, ook niet. Dus we dachten, nou, dan doen we het nu wel een evenement om het aan te trekken. Hoe gaat de speurtocht? Ja, het is lastig. Het is soms, de raadsels zijn een beetje pittig. Maar verder kunst, cultuur en zo is wel wel te doen en superleuk. Dus het is wel heel veel lopen. Maar met een diertje. Ja, jullie hebben genoeg te drinken bij jullie, toch wel? Ja, heel belangrijk. Het eerste uur zit erop. Wat gebeurt er nou als de mensen nog niet klaar zijn en de tijd is om? Dan hebben ze pech, dan stopt het spel. En dan de beste 12, die winnen een prijs. Kijk nou! Oh, dat is duizend! Leuk! Ik zei het tellen. Wat is dat, die stoelen? Waar gaat deze vraag over? Over de stoelendans. De stoelendans? In 1988 was er een stoelendans in Zoeterwoude en die heeft Nederland Zoeterwoude gewonnen. Maar waren jullie toen al geboren? Nee. Zeker niet. Nee. Jij wel. Dus we weten eigenlijk niet echt het antwoord. Nee. Weet jij het wel? Het wordt wat gokken. Weet jij het antwoord? Het is gokken. Zes. Dit is heel lang geleden. Ik zou voor 61-61 gaan. Ja? Oké. Okay. Ja. Oh, yes! Yes. Dankjewel! De wee met ijzer. Ja. Maar hij schijnt fout te zijn. Na bijna 3 uur puzzelen werd de versnelling ingezet om ook de laatste vragen op tijd te kunnen beantwoorden. Achter me geeft de Zoeterwoudse band Groen en Hart een online optreden. Normaal zouden ze op het dorpsfeest staan, maar ja, dat gaat wegens corona niet door. Ze wilden toch iets doen voor de inwoners van Zoeterwoude en vooral ook voor de vele vrijwilligers die het dorpsfeest ieder jaar heeft. En daarom geven ze via Facebook een concert. Nou ja, en ze hebben ook een paar vrienden en bekenden gevraagd om bij het concert aanwezig te zijn. Op 1,5 meter afstand, dat dan weer wel. Zal ik jou eens even lekker in je bek smijten? Heb je al poep? Poep je al? Zal ik jou eens even lekker in je bek smijten? Heb je al poep? Poep in je hoofd, wat maakt eruit als je maar gelooft? Poep in je hoofd, poep in je hoofd. Je speelt de fluit goed? Ja, we proberen toch een beetje mee te doen met Groen en Hart. En hoe zijn jullie hier naartoe gekomen? Want jullie hebben een bijzonder vervoermiddel. Ja, we zijn hier met de trekker en een aanhanger. De trekker heet Brum. En we hebben een aantal stoeltjes mee op 1,5 meter. En een drankje. Leuk feestje. Hoe vinden jullie het dorpsfeest Nieuwe Stijl? Volgend jaar weer zo? Ja, ja zeker. Ja. Gewoon geen feesttent meer, al dat gedoe? Nee. We zijn vaste dorpfeestgangers. En we hebben dus puzzeltocht gelopen vanmiddag, vanmorgen, vanavond. We zijn hier nu weer bij de band. Dus dat is hartstikke leuk, ja. Ja, ik heb jullie bij 1 vraag geholpen, maar de andere vragen lukten wel? Ja, zeker. We hebben er nog 10 hebben we er niet gedaan. We hebben ons best gedaan. We hebben ook een beetje gescheld voor de regen, maar... Ja, we hebben 7 kilometer gelopen voor alle vragen, dus... Hoeveelste zijn jullie geworden? Volgens mij stonden we 26e. Maar ik hoop hoger. Ik hoop op een leuke prijs. Maar ja, we gaan het zien. En die fluit, hoe zit dat? Daar blazen we dit verhaaltje mee uit.